In Noord-Korea bestaat het volgende gezegde. Een huis is 800 goudstukken waard. Maar een goede buur wel 1000. Een Noord-Koreaanse kerkleider voegde daaraan toe dat ons gebed wel 10.000 goudstukken waard is. De komende 3 dagen bidden we voor Noord-Korea. Een land dat al jarenlang op nummer 1 staat op de ranglijst christenvervolging van Open Doors. Geloven in Noord-Korea gebeurt in het diepste geheim. Open Doors schat dat er zo'n 300.000 christenen zijn. Zij leven in grote onzekerheid. Als ze gepakt worden, worden zij, maar ook hun familie, gedeporteerd naar een gevangenis of een werkkamp. Laten we vandaag bidden voor deze christenen die in grote onzekerheid leven, maar ook voor degenen die in een werkkamp of een gevangenis zitten. Morgen staat de coronacrisis centraal en vertel ik je meer over de bizarre situatie in dit land.